Elektrisch rijden staat volop in de belangstelling. Er zitten natuurlijk ook ontzettend veel leuke positieve kanten aan, zoals het milieu, het feit dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Maar er zijn ook nog wel wat nadelen. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg laadpalen en het prijskaartje van zo'n elektrische auto is ook niet voor iedereen haalbare kaart. Ik ga praten met Maarten Stijnboeg. U bent verbonden als hoogleraar aan de TU in Eindhoven en onder andere specialist op het gebied van elektrisch rijden. Welkom. Waar staat die Tesla van u? Die staat hier buiten op de parkeerplaats. Hoe rijdt hij? Hij rijdt heerlijk. We gaan even naar wat cijfers. Op 31 december 2012 waren er 6258 elektrische personenauto's. En nu, januari 2014, 28.894.000. Ja, dus bijna 30.000 auto's met een stekker op dit moment in Nederland. Terwijl de officiële doelstelling van de overheid, de centrale overheid, was om 15.000 auto's met een stekker in 2015 te hebben. Ja, waar komt dit vandaan? En dit komt door met name de fiscale stimulering van afgelopen jaar. Je kon hem toen nog snel kopen, hè? De fiscale regels waren heel erg gunstig voor mensen met een BV of ZZP'ers. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat er een enorme vraag is geweest afgelopen december. Ik hoop dat een proces op gang brengt waarbij heel veel meer mensen daaraan wennen dat elektrisch rijden echt heel erg leuk is om te doen. Maar ook praktisch, hè? Dus ondanks het feit dat we nog te weinig laadpalen hebben. Ja, want dat wou ik net aan u vragen. Het is heel leuk, want die actieradius is hoeveel kilometer? Dat ligt aan welke auto je koopt, maar van die Tesla is het 350 kilometer. Maar Tesla kilometer is meteen de top van het elektrisch rijden. Is een dure dus auto. We gaan even naar een middencategorie. De Nissan Leaf, de Renault Zoe, de BMW i3 zonder range extender, die halen allemaal zo'n 150 kilometer. Ligt eraan of het koud is. Als het erg koud is, dan haal je 120 kilometer. Dan moet je gaan laden. En dan moet je gaan laden. En dat duurt best lang. Dat duurt lang. Bij snelladers gaat dat weer sneller dan bij langzaamladers. Er zijn nu 100 palen geplaatst door de provincie, maar er moeten er nog vele bij. Ja, er staan ongeveer 3000 openbare laadpunten in Nederland op dit moment. Maar in Brabant? En in Brabant weet ik niet precies, ik dacht 800 ongeveer. Er moeten er nog veel meer bij. We rekenen vanuit de overheid zo'n beetje met 1-op-1. Dat je eigenlijk moet zeggen dat één auto met een stekker, dan zou er één openbare laadpaal moeten staan. Nog even terug naar de energie, want het klinkt allemaal heel mooi. Natuurlijk, die auto heeft geen CO2-uitstoot. Maar is het dan op dit moment al zo duurzaam en zo milieuvriendelijk? Op dit moment kan je... Hoeveel procent zitten we nog met fossiele brandstoffen in te vullen en niet? Ja. Als je op dit moment berekent wat er nu uit het stopcontact komt in Europa gemiddeld, dan kan je uitrekenen dat een elektrische auto ongeveer 20% beter is voor het milieu dan een verbrandingsmotor. En dan neem ik de productie energiekosten zelfs mee. Okay. Als je die niet meeneemt, dus je kijkt alleen maar naar het gebruik van de auto. Je bent niet bevooroordeeld omdat u zo'n fan bent van een elektrisch rijden. Dit zijn wetenschappelijke getallen. Maar dan zit je ongeveer op 50-60% reductie van je CO2 footprint. Als je dus nu elektrisch rijdt en je kijkt nu naar het gebruik van elektrische auto's. Wat ook belangrijk is om te noemen, is dat voor heel veel steden niet zozeer de CO2-uitstoot belangrijk is, maar de fijnstofuitstoot. Ja. Als je kijkt naar de plaatjes van New Delhi recent en ook Beijing, dan is dat, en maar ook overigens hier in de regio in Brabant, hebben we toch wel heel erg veel last van fijnstof. En dat is ook opgelost op het probleem. Wat maakt het voor ondernemers interessant om hier mee te gaan rijden? Ik denk dat voor ondernemers het erg interessant is om te weten dat het rijden met elektrische auto's, dat heel erg een verlaging van de variabele kosten geeft. Want ik rij voor 4 cent per kilometer aan variabele kosten, aan elektriciteitskosten. En dat is natuurlijk toch wel veel minder dan die benzinekosten die we hebben. Dus voor ondernemers is het de variabele kosten die zijn een stuk lager. De investering is natuurlijk wel hoger, maar je kan weer gedeeltelijk gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek van de auto voor je bedrijf. Heeft u haast? Ik heb altijd haast, want ik wil heel veel dingen doen. Ja, als u nou geen haast heeft, dan gaan wij met de hele crew nog even een rondje rijden in die Tesla. Daar maak ik altijd tijd voor. Want ik heb begrepen dat het voor ZZP's ook heel aantrekkelijk is om zo'n Tesla te kopen. Dus die kans laat ik me niet ontnemen. Nou, Maarten, het is een echte James Bond wagen, toch? Virtueel.